Gooi helemaal. Oh, wacht. You just give me a... Hallo allemaal. Hoi allemaal. Welkom bij een nieuwe daily vlog. Nee, week vlog. We hebben net lekker gesport. Bij Corfordi vind ik echt de beste ooit. Ja. En tegenover Corfordi zit School of Life, een leuk koffietentje. Dus we zitten nu buiten. Nou, we drinken even lekker matcha'tje. Oh, Heerly de Peerly. HDP. HDP. Dit is een mokkie zo cute. Heel leuk. Ja, dit is toch niet normaal? Oh, dit is zo lekker, deze matcha. Maar nou, dit weer ook. Oh ja, nu wel, hè? Kijk hoe leuk. Vanochtend was het echt niet mooi. Ja, en echt ook een beetje warm. Ja. Het is gewoon, ik zit gewoon. Wat is dit? Hoe? Ja. Dit is echt een Maggie bril. Dit is echt een Maggie bril. Ja. Van Anna the Stories. Link in bio. Ja, echt sowieso. Waar heb je het linkje? Nee, helemaal lekker. Ik heb vanochtend trouwens even gewerkt, dus net gesport en nu even een koffietje of een matchaatje. Vanmiddag moet ik editen. Dus chill. Ja. Oh my god, guys, ik ben er thuis. Ik ben echt helemaal verliefd. Ik heb namelijk een nieuwe zonnebril erbij van zonnebril.com. Zonnebril.com is zo chill, want het heeft letterlijk alle designerbrillen die er maar bestaan. Ik had dus al mijn hele mooie, beautiful Prada. Waar ik zo blij mee ben. Het is toch echt de goals. Maar ik heb nog eentje ontvangen. En dit is zeg maar meer een beetje een leuke, een beetje een snelle, fashionable, cute, weet je wel, zonnebril. En ik wil er nog een wat groter, zeg maar meer everyday. Of lekker in de auto. Lekker op het terras. En daar heb ik dus eentje van Burberry. Ik zag hem en ik was meteen verliefd. Het is ook heel mooi verpakt allemaal. Kijk. En ook nog een zakje erbij. Die Prada zit ook in een hele hoes en zo. Kijk dan. Het is een beetje een cat eye. Maar dan van de zijkant zo. Dus het ziet er zo uit. Dit is echt helemaal mijn vibe gewoon. I freaking love it so much. Echt, ik vind het gewoon niet normaal. Ik heb geen samenwerking op YouTube, maar ik heb wel een kortingscode. Namelijk met de kortingscode Sarah kan je gewoon korting krijgen op alle designerbrillen. Hoe fucking chill. Dus ik zal een linkje in de beschrijving zetten en dan kan je even opzoeken. Ze hebben echt Ray-Ban, maar dus Prada. Ze hebben Gucci, ze hebben Versace, ze hebben... Nou, gewoon echt Tom Ford, wat niet. En je kan dus nu gewoon voor Hot Girl Summer, voor de zomer, een super mooie designerbril scoren met 20% korting. Dus dat is gewoon, nou, echt leven, fucking ideaal. Dus ja, ben je daar benieuwd naar, check it out. En ja, ik ben echt helemaal een happy girl. Alrighty, het is inmiddels 7 uur alweer, Jesus. Haarmaskertje in en ik ben een weekvlog aan het editen van afgelopen week, dus daar ben ik eigenlijk bijna klaar mee. Ga ik zo even wat eten. Ik wilde eigenlijk een HelloFresh maken, maar ik heb eigenlijk nog een HelloFresh, een half HelloFresh in de vriezer liggen, dus ik denk dat ik die ga opeten en dan HelloFresh meer zo hou voor dagen dat ik met iemand ben, want in mijn eentje een HelloFresh is gewoon niet de vibe. Dus ik ga denk een beetje invriezen en dan kan ik het van de week wel of van het weekend of zo eten. Dat was mijn spreekbeurt. En tot de volgende keer. Ik heb lekker avondeten. Leftovers van vorige week. Nou, helemaal top. Oké, guys. Het is avond. Ik heb lekker gedoucht, mijn haar gewassen. En oh, helemaal heerlijk. En ik had 2 hele rijpe bananen. Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker bananenpilt maken. Nou jongens, ik heb echt het gevoel dat ik een soort lifehack uit heb gevonden. Want ik gebruik wel vaker de Chivita-krijt collageenpoeder in mijn koffie. Maar ik dacht, hoe chill als ik dit gewoon in mijn bananenbrood doe. En ik heb ook een beetje chiazaad ingedaan, lekker walnootjes, proteïnepoeder. Maar ook gewoon lekker met boter en suiker. Dus hij is gewoon hartstikke lekker. Maar het bevat gewoon even net wat goede ingrediënten om je dag te starten. Nou, ik ga het in de bakvorm doen. En dan ga ik het even lekker bakken.
Ik ben gewoon zo obsessief met deze bril dat ik hem de hele dag erop zet. Omdat ik er zo blij mee ben. Nee. Nou, dat is mij ook gebeurd. We hebben soda stream. Ik kan het doen. Ik if you want to make a skinny in summer. Ja. Ja, dat is top. Oké, ik heb nog nieuws van oh. Laat allemaal niet op beeld er. Nee, gaat goed. Volgens mij heb ik vandaag nog niet eens de vlog geopend. Hallo allemaal. Zo. Goedemorgen. Dit kan echt niet. Het is vandaag dinsdag. Ik heb de hele dag op kantoor gewerkt. Het is alweer 5 uur. Ik ben alweer bijna klaar. Ik ga zo meteen lekker uit eten. Die meiden zitten al. Dus ik moet echt haasten, opmaken, omkleden. Weet ik het allemaal. Zo is het. Zwaar leven. Zo moet je gewoon doen. Oh. Hey. Hello. Girl. You look hot. Ja, het is echt een soort lachgastank. Moet dat hier? Nee, het moet hier achter. Ja, bestellen op zo. Wil je tank? Hier is een ding. Dus volgens mij moet hij hier achter. Deze moet los, zoals een koffieapparaat of zo. Ja, ik hoor het. Ja. Zo. Right. Oh ja. En dan gewoon zo. Ja. That's it. Easy as that. En hoe lang kan je daarmee doen? 60 liter water. Zo. Oh. Als je 1 liter op een dag drinkt. Wauw, hij is wel mooi hoor. Het fits aesthetics. Ja. It really fits the aesthetics. En hoe lang moet het dan? Moet je hem oh my god. Zo? Nee, wacht. Je moet hem draaien, volgens mij. Meer draaien. Hoezo? Nee, dat is gewoon goed. Nee, je kan hem gewoon. Je hoeft hem net niet te draaien. Ja, oh, echt? Alleen dit? Ja. Ja, je kan hem voor de zekerheid even vasthouden. Niet, huh? Waarom hou je niet gewoon. Zo. Ah. Oh, maar dat is een hele nieuwe. Ja. Hey, je moet een paar keer drukken, niet zo lang. Oh. Maar ze moet gewoon even zo. Ja, maken. Gewoon een paar keer. Dan krijg je lekker veel gas. En dan gaat hij ook zo'n kleine. Ik dacht dat hij een tikje ging maken en dan met zich. Tadaa. Wauw. Oh my god. Maar wat is dit een mooie soda stream? Helemaal Bluff ASMR. Ja, jij hebt nagels. Ja, deze is echt mooi. Het is echt een lekker, soort. Lekker prikje. Ja? Ja, maar er is dus wel iets. Er staat ergens in dat boekie. De boogie. Staat ergens in de boogie. Hoe vaak je ja. En het is chill, want je hebt meteen een hele fles. Ik voel echt helemaal als een soort van mindfuck, wow. Eigenlijk is het zo cool dat we gewoon alleen dit kunnen maken en niet meer hoeven te kopen. Ja. Toch? Je kan ook van die dingen kopen voor cola, hè? Ja. Ja. Oh, maar wij hebben een SodaStream Terra, die is cooler, want dan heb je de... Oh, jullie dachten dat het de zijde. Dat was de enige die zo duur. Was de enige die. Hoe duur was die online dan? Ik heb niet eens gekeken. Oh. Maar deze heeft is quick connect en die ander moet je schroef met de schroef opdraaien. Oh, dus ik had wel gelijk dat hij moest gedraaid worden. Nee, maar dat ging over de CO2 fles. Oh, hier, herhaal 3 keer voor subtiele bubbels. Druk op de drukknop, stevig naar beneden. Houd de knop ingedrukt voor 1 tot 2 seconden. Maar hoezo dat een hele boek? 3 keer voor subtiele bubbels en 5 keer voor sterke. Dus maar... Of... Nee, 1, 2 seconden vasthouden. Maar het is wel chill, want je kan meteen het hele kantoor geven, zeg maar je maakt het 1 keer. Ja. Als we dan in de zomer komen. En je kan dit gewoon koud zetten. Dat is gewoon mooi. Ja. En ik vind het gewoon mooi dat hij draadloos is. Ja. Ja, ik ook. En je kan dit gewoon koud zetten. Er zit in de ochtend maar. Ja. Koud. Nee, koud. Jongens, ik moet even vertellen hoe dit ging. Het was letterlijk, Floor zegt, oh ik ben echt een soda stream. Een mail of zo. Ga maar halen. Maar het is draadloos, wat de hel. Ja, ja. Ja, het staat echt top. Je moet nu ook gelijk gewoon een espresso doen. Gewoon gelijk. Ja. Nee, we hebben een mooi. Hardklap geven. Zo, ja. Kunt wel naar dat event moeten gaan voor vrees. Ook event. Dus ik denk van 3 wie zegt dat we daarheen mochten? Nou jongens, ik ben lekker met mijn zus daar. Met George. Lekker wijntje, lekker. Ja, ik vind het echt top. Hartstikke top. Lekker vertellen tonato. Tonijntje, nou, het is aflus. Even proeven. Lekker op de dinsdag. Nou, breekt weer. Juist leuk om een dinsdag te kijken. Ja, anders doe je niks. Klopt.
Even. Maar dit lust je wel, vertellen Tenata wat trouwens. Tonijn op dan? Tonijnsaus. Mm-hmm. Ja, saus, maar niet tonijn. Nee. Mm. Ja. Oh, maar ja, daar houdt gewoon van tonijn trouwens. Ja, je moet niet helemaal lapje nemen. Je moet wel echt helemaal met van dit. Lekker met die kappertjes. Ja. Ja. Maar dit is gewoon vals vlees, toch? Ja. Ja. Hebben jullie, jullie hebben niet verteld Tenata, toch? Bij... Wat? Het is een frikando of zo. Ja, dat is het. Ja. 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 Heel lekker. Mm. Mm. Deze is ook een beetje spicy. Ja, die moet voegen. Die is echt top. Die tonijntataar. Oh. Maar volgende week is gewoon alweer Koningsdag, hè? Zo'n zin in, gewoon lekker dag vrij. Dat we gewoon met elkaar zijn, vind ik echt leuk. Oh. Mm. Hij is spicy. Die crunchy ook. Mm. Maar stop. Het is er crunchy op. Heel lekker. Heel vers, dat vind ik echt. Heel vers. Ja, het is een beetje spicy sausje. Nou, meiden. Ik ga hierheen. Oh jongens, we hebben zoveel lekker eten weer. Gaan we weer. Mmm, is er een doen? Wat cool? Dat meen je niet? Nou, wat meen je niet? Dat vind ik echt leuk. Alleen, je hebt hem nooit gezien? Nee. Nee. Nou, we hebben nu een truffelravioli. Zo. Een truffelravioli, dit is niet normaal. Zo fucking lekker. Heerlijk. Het is echt... de best. Die saus ook. Mm, ja. Echt truffel. Echt lekker. Het is echt lekker heet. Zo. Echt. Ik weet niet, maar volgens mij hebben wij zoveel gegeten. Dat is gewoon niet normaal. Nee. Maar wel heel veel gegeten, maar wel lichte hapjes. Ja. We hadden net zo lekker toetje, maar is al gemurderd. Hier hebben we nog een crème brûlée. We hebben hier een scorpion. Is die lekker? Wacht, ik heb zoveel smaak in mijn mond. Ze hebben ook echt gewoon drie rietjes gedaan. Acclimatiseren hoor. Omdat wij zoveel hebben, wij hebben alles gedeeld. Ja, het is voor jou. Mmm. Heel Even wachten. Dus als je een kamer hebt, dan is het echt niet veel. Oh, Saar, ik heb een leuke Instagram-foto's gemaakt. Ja, jij moet even een beetje mooi maken. Tuurlijk, daar ben ik voor. Want hij vindt het sterk. Ja, hij is goed sterk. Best zuur ook, best wel zuur. Hij is zuur en sterk. Misschien moet ik eerst de ster op eten. Maar we hebben net een suikerbos hier uit Afrika op. Ja. Zeg maar zo, ik neem nu mijn wijntje. Dat is niet lekker. Het smaakt waarschijnlijk zo duur. Lekker. Je hebt een mooie wijn. Ja, het is lekker. Het is goed zo. Eeuw. Het is ook zonde. Ik denk gewoon een bordje. Ja. Even wachten. Daarna moet ik gewoon even wachten. Ja, het is veel te zoet. En dan zit het gewoon niet. Dat is een dessertwijn moet je rijden. Ja. Wacht die foto's. Ja. Voor wat? Hallo allemaal, ik ben inmiddels thuis. Ik heb lekker uit eten. Ik ben lekker uit eten gegaan met Isabel en Bo. Het was zo fucking gezellig. Ik heb echt tering lang gezeten. Ze zat echt om 5 uur daar op het terras. Het is nu 10:30 en ik ben nu thuis. Dus ik heb echt fucking lang daar gezeten. Maar dat maakt het niet meer leuk, want het was echt fucking gezellig. Daarom maakt het juist leuk. Ik ben alleen echt kapot nu. Echt. Mijn ogen op open houden. Zo moe ben ik. Dus ik ga lekker mijn cupje eraf halen. Oh. En lekker slapen. Een beetje in. Morgen weer een drukke dag voor de boeg. Echt ongelooflijk. Maar wel leuk. Ik ga morgenochtend een video filmen met Floor. En daarna hebben we een. In de middag hebben we een event van Björn Borg. Ja, ik moet gewoon werken. En de avond ben ik lekker met Stan. Dus kan ik ook echt naar uitkijken. Altijd kan ik naar uitkijken om Stan te zien. Echt. Slaat nergens op. Maar ja, nu lekker mijn make-up eraf halen. Want ze gegeten bij George. DPA. Is bij Vondelpark dichtbij. Zo lekker gegeten. Maar het was echt tering duur. Dat is echt €110 per persoon. Maar we hebben echt wel 3 flessen wijn op. Cocktail. Copino.
Nee, geen cocktail bedoel ik. Een scoppino. Toetje. En echt tering veel hapjes gedeeld. Echt gestikte taart. Toen het truffelpasta. Echt, nou, noem maar op. Echt oprecht wat niet. Moet ook maar niet kijken. Maar helemaal waard. Ik hou van mijn zussen zoveel. Dat ik ze niet zo vaak zie. Maar ook weer des te leuker dat ik ze wel zie. Zo, ik blijf van make-up afkomen. Ik dacht dat ik niet zoveel make-up had gedaan. Maar blijf gewoon maar make-up afkomen. Holy shit. Ik ga morgen een beetje uitslapen. Het is nu 10:30. Dus ik slaap sowieso wel vroeg. Ik denk gewoon lukt het 8:30, 9:00 uitslapen of zo. Nou jongens, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben met Floor. We zijn net wakker. We moeten nu een video filmen. Maar we gaan het wel echt leuk vinden. Ja. We gaan naked video filmen. Hij staat al online. En we hebben dus zwart-wit geshopt. Dus we hebben hier een hele zak vol met kleding. En we hebben geen idee of het leuk gaat zijn. Echt spannend. Zeg maar, het item zelf gaat sowieso leuk zijn. Want dat heb je uitgekozen. Maar je weet gewoon niet in welke kleur. Nee. Straks is het opeens echt... Nou, stel we hebben echt opeens iets in het oranje. Dus kun je het wel voor Koningsdag gebruiken. Ja, dat is wel chill. Maar ja, als je echt iets in het weet ik veel wat hebt. Ja. Maar ja, we gaan het zien. Jongens, jullie kunnen de video checken. En zometeen gaan we dus weer naar kantoor en gaan werken. En vanmiddag hebben we een event. Sport-event. Not ready. We hebben net de video gefilmd. En we hebben net even Joe een juice gehad. En ik ben helemaal verslaafd aan het nieuwe sapje, de Green Mile. En nu gaat Floor hem proeven. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem dus nog nooit geproefd. Ik vind hem echt geweldig. Het is met broccoli, spinazie, limoen, appel en avocado. Broccoli, hè? Ja. Dat vind ik dus heel random. Ja, maar dat proef je allemaal niet. Ja, wel mijn lievelingssapje van Joe. Ja. Dat is dus de Go Away Dog. Maar ik haat wortel. Dus dat is dus heel grappig. Ja. Mijn main ingredient is wortel. Dus. Oh, is wel lekker. Dit is toch fucking lekker? En ook gezond. Ja, dit is echt lekker. Oh, lekker zuurig. Mm-hmm. Weet je dat limoen? Thanks, Joe. En wat vind je ervan? Welk cijfer geef je? Ik geef het een 8,5. Ik zou dit elke dag kunnen doen. Ja, ik ook. Elke dag. Nou. Maar is hij beter dan de Go Away Dog? Anders. Want ik vind de gember en de Go Away Dog is wel lekker. Kun je niet gember hierbij toevoegen? Ja, ik vind het wel lekker. Maar dan is het echt 1,50 euro. Ja, sorry, extra. Dan is het echt... Deze is al duurder. Ja. Die van mij is ook echt 9 euro. Welke heb jij? Die jij zo vreselijk vindt. Die Queen Tonic. Ja! Die is zo vies. Maar ik heb ook een keer die Joe's Identity. Heb je die wel zo? Ja, die is ook lekker. Ja, de AMG is ook lekker. Maar ja, jou vertrouw ik niet met je lekker. Tering hoor, ik zag je naar de Green Tonic. Het was echt vorige keer. Ik zo, ik heb zo'n sapje. Olivia, ja, dat is mijn lieveling. Ja, dat is echt mijn lieveling. Ja. Die moet je bestellen als je een alleen man wil voelen. Ja? Ja? Maar ze dat is allemaal van die celery juice. Ja, maar dat is zo vies. Ja. Maar vind je dan selderij lekker? Nou ja, kijk, ik vind het niet lekker. Ik vind het niet vies. Maar ik hoef niet een heel sapje met selderij. Het smaakt gewoon naar komkommermaten. Hoeveel selderij eet je dan? Ja. Als je gewoon één stok selderij, dan is het echt gewoon zoveel. Ja. Dan denk ik van, ik heb letterlijk gewoon 300. Maar selderij is toch heel gezond? Als in je verbrandt bijna calorieën als je het eet. Ja, dat heb ik ook gelezen. Maar ik weet niet of dat echt zo is hoor. Maar misschien... Ja, we moeten wel veel kouwen. Ja. Echt van. Die andere moest gewoon moeite doen, maar ik had er 8 euro voor betaald, dus ik wil hem opdrinken. Maar dit drink ik gewoon één stuk. Dus ik denk eerst dat ik drink vandaag maar die koffie. Ja. Nou, even lekker greens. Lekker greens. Ik heb. Hey. Wat? Moet je topper niet eerst laten chillen? Chillen? En wat eruit wil rollen. Nou ja. Ik heb lekker avondgegeten met Sanne, een heel groot rondje gelopen door de stad. Was echt lekker, want het zon scheen. En ik heb dus een topper van Emma Sleep gekregen. Maar ik krijg ook nog een hele nieuwe box spring. Maar ik heb de topper dus al. Dus die gaan we nu even op mijn bed neerleggen. Ik ben heel benieuwd hoe die ligt. Hier is het waar. Een schar. Goedemorgen allemaal. Nou ja, morgen. Het is echt al bijna 5:00. Ik heb vandaag... Eigenlijk best veel gedaan. Ik heb gesport, daar heel veel content geschoten en nu ben ik in de middag op kantoor. En zometeen gaan we dus naar Press Day van MC en van UPR.
Zeg ik nou goed? En nou, dat zijn twee PR-bureaus. Dus bureauen, I don't know. Oh, je ziet dat het helemaal zo'n afdruk van mijn bril. Dus ik ga me heel snel opmaken. Nou. Hey, voor de vlog. Hey, jongens. Vlog. Toon. Dit is één keer nooit meer. Toon vindt het helemaal eng. Hallo allemaal. Het is inmiddels 7 uur. Ik ben thuis. Ik heb dus al even een koffietje gemaakt. Ik moet super veel werk doen. Echt wat een drukke, hectische dagen. Ik word er echt gestoord van. Maar ja, weet je, komt allemaal goed. Ik ga nu lekker aan de slag. Eerst even op papier zetten wat er allemaal moet gebeuren. Want ik ben totaal het overzicht kwijt. Echt totaal. Ik ga nu even aan de slag. Er moet nog een en ander geëdit worden. En net had ik 2 press days van PR agencies. Was heel erg gezellig. Altijd leuk gewoon even gezichten achter sommige mensen zien. Want je hebt super veel contact met iedereen online. Alleen soms is het wel gewoon leuk om een gezicht achter te zien. Dus dat was heel leuk. Nou, ik heb lekker HelloFresh gemaakt. Maggie is er ook gezellig. Uit de werk. Kom ze even eten. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er echt heel goed uit. Nou, hoi allemaal. Ik ga nu naar huis. Ik was hier met Sarah lekker aan eten van de HelloFresh. De risotto was heel lekker. Sarah is bezig om mij TikTok om te editen. Get your friend a TikToker that edits also your TikTok. Maar, nou, ik ga nu naar huis. Yes, morgen, het is mijn graduation van mijn bachelor's. En ik moet even in restore een beetje. Ik ben echt fucking wit. Dus me een beetje zelf aan doen. Krullen, mijn haar. Volgens mij gaan de overnight krullen doen. Dat is beter. En dan mijn nagels. Even douchen. En is het 10? Volgens mij wel. Ik moet ook naar huis. En volgens mij is ik haar voertje met OV. Fuck my life. Maar ja, ik ben heel excited. Maar ook zo heel stressed, hè, voor morgen. Maar het komt goed. En iedereen komt zo. It's gonna be nice. Nou, ik zie jullie sowieso morgen. Doei! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag, nou, het is alweer middag. Het is vrijdag. Ik heb vanochtend even gewerkt. Ik heb net een lekker broodje uit de slager gehaald. Een broodje bal met mayo. Nou, I love it. Oh, het ziet er zo lekker uit. Kijk dan. Dit is toch niet normaal? Ik ga het proeven. Floor zei dat het heel lekker was, dus... Nou, Esso naar Floor. Zo lekker dit. Ik ga even opeten. Ik ga editen, klaarmaken. Vanmiddag hebben we dus de graduation party van Maggie. Dus helemaal leuk. Hey, eindelijk. Meg's graduation party. Ja. Oh. Goed licht. Ja, het is goed regelen. Nu wel. Ja. Zo. Kijk, we moeten even uitleggen wat dit is. Dit is een, weet ik niet. Hoe zit je dit? Ja, maar voor, from Italy. Sorry, ik ben niet. Ja. Maar dit hoort bij als je gaat afstuderen in Italië, toch? Ja. Dan moet je dit een... ja, en iets zo. Ja. Heel mooi. Wauw. Pretty. Ja. Oké, jongens. We zijn bij de House of Bolso. En ik ga even bellen. Nou, wat goed. Cheers. We gaan cocktails maken. Ik ga helemaal hem. Kijk deze. Leuk. Represent the cocktails. Spring. We zijn bij House of Cocktails. Yay. Oké, we gaan nu beginnen met de eerste cocktail. Wat is het? Ja, we moeten apple blossom. Dus we moeten apple cider. Ja, we hebben echt veel meer van te kiezen. Hier, is dit het niet? Is het wel. Oh, dit is hem. Oké, top. Hoeveel milliliter? Ja, de meeste.
Dit is 50, dit is 40. Oh. Deze is heel easy. Hoppa. Nee, er moest eerst ijs in. Nee. Oh. Daarna ijs. En dan heb ik... Ik heb hier nog nooit achter gestaan. Ik vind het helemaal leuk. Oké, we gaan nu beginnen met de tweede cocktail. Ja, we beginnen dus... Limoen. Eerst limoen. Daar is limoen. De eerste limoen snijden. Dus 8 partjes limoen gaan erin. Dan dus 2 schepjes ijs. En suiker. Ja, en het is niet gewoon suiker, maar... Goeie. Geen. Dus dan deze. Ja, hoeveel? Oké. Twee BS. Babystone. Hier. Ben je nog mee, jongen? Ja. Yes. En dan hebben we dus... Stamper. Ik zie hem. Blauw. Dat was blauw. En dan moeten we gently... Samen. De suiker is opgenomen. Ja, tot de suiker is opgenomen. En dan ben je klaar. Do you guys use one lemon for the two of you? Ja. Ja. Oké. Er is first ijs bij. Heel veel. Echt zo'n speeltuinscheppie. Ja. En wat moet je dan ook weer? Je leven bij. Ja, nu gaat het over. Ik moet alcoholisch. Jenever, ja. 20 milliliter. Ja. 20 milliliter jenever. Zo. Doe jij maar ook aan mij. Always shake with the back of the shaker inside your hand. The other hand, keep covered both parts. Why? If it opens up, you still get to save it. You want the cocktail inside you. Right. Oké, daar gaan we weer. Stap 1. Oké, maar deze moet even on the side. Oké, wat dan? We moeten alles in het kleine doen. Oh ja, ik wil het ook even. Nee, eerst moet hier. Ja, maar je moet eerst testen. 40 milliliter. Een parfum. Dan gaat hij erin. Ja, maar BS is een label. Baby school. Oh fuck, ik heb een beetje te veel. Cranberry juice. Lekker. Hij moet 15 minuten. Oké, en dan vullen met puke ijs. Meer zo. Nee, dit, ja, dit zijn ze wel hoor. En dan dus de fun part. Ziet er cute uit. Nice. Ah, kijk eens, Madonneke. Ja. Cheers. Maak dit. Want ik moet nu. Ja, maak dit. Weet je, volgende moeite trouw je ingrediënten. Normaal, het is vandaag zaterdagochtend. Eigenlijk al middag, het is 12 uur. Ik ga vandaag een hele leuke video opnemen met Floor en Cecile. Want we gaan namelijk. Nu naar de Oriental om daar allemaal gekke snacks en eten halen. En dat gaan we proeven. Gisteravond was het trouwens super leuk. Alleen toen ik thuis kwam werd ik echt
ontzettend ziek. Ik heb heel de nacht gekotst. Dus of het nu een goed idee is om allemaal gekke dingen in het lichaam te stoppen, is het absoluut niet. Maar we gaan het doen. Floor belt mij. Zij is er waarschijnlijk. Yo! Yo! Ben je er? Nee, maar ik fiets nu toevallig langs de Bedels en Beans. En ik kan ook even twee ijskoffers meenemen. Oeh, dat klinkt als muziek in de oren. En die is fucking lekker. Zou ik dat even doen? Ja, doe maar. Dan kunnen we dat lekker opdrinken in de auto. Dan ben ik ietsje later. No problem. Nou, geweldig. Maar we hadden superleuk een hele cocktail set gekregen. Met die cocktail shaker die we dus daar hadden. En een kant-en-klare espresso martini. Nou, helemaal geweldig. Dit en dit. Nou, ik weet helemaal hoe ik moet gebruiken na die cocktailcursus van gisteren. Helemaal leuk. Dus ja, ik vond het echt een toppertje. Je kan er dus ook normaal gewoon altijd workshops doen en zo kan je gewoon boeken. En het is eigenlijk volgens mij niet heel duur, want het is €30. En dan ga je 3 cocktails maken, maar ik kon het dus door ook gewoon... Ja, oh nee, we kregen zelfs 4 cocktails, want ik kreeg ook een welkomstcocktail. Kan je gewoon zelf ook gewoon shotjes nemen en zo, dus het is eigenlijk best wel grappig. Dus ja, helemaal leuk. Oké, we gaan door de car wash en we gaan bakkeljauw proeven. Ja, frita's bakkeljauw. Ik heb dat nog nooit op. Het is toch... Vis? Ja, het is een soort van gezouten. Er zit geen sausje bij. Nee. Dat is lekker. Ja. Wel random dat er geen sausje bij zit, maar... Het is echt een soort, waar kan je mee vergelijken? Ja. Ja. Een soort kibbeling, maar wel iets minder juicy ja. Ofzo. Dus echt vis. En iets meer kruiden. Oh, nou, andere soort kruiden. Ik vind het lekker. Goed gekeurd. Leuk. Het regent keihard. We zijn bezig. Daar gaan we. Nou, mijn auto was echt nodig. Dat was echt fucking vies. Dat was zo vies, want het staat onder de bomen. Dus dan wordt hij helemaal vies van de stront. Ja. Oh my god. Maar eigenlijk is het ook best raar, want het is gewoon gesloten. Ja. Het is eigenlijk wel een beetje een attractie. Ik kan echt geen kant op. Nee. We zien nu ook niet wat er gebeurt. Nee. Oh, het ruikt zo lekker, jongens. Het ruikt helemaal naar zeep. Oké, jongens, we hebben dus... Oh, het gaat eruit. Oh, nee. We hebben dus deze dumplings die we gaan maken. Met chicken en koriander. En we hebben sticky rice met durian. En coconut cream. Wauw, wat is dat dan? En ik zit alweer aan het alcohol. Het is 12 uur. Het is half 1. En ik heb bij Chupito vandaag een bottomless brunch. Ik ben gezellig met C. Een vriendin van Lisa, helemaal leuk. Entertainment, helemaal leuk. We hebben nu het eerst eten, lekker boontjes en lekker mimosa's. Nou, gezellig. Cheers. Het is wel koud, een beetje. Ja. Ja, ik weet het niet.
is de hand? Yes, 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 yes. Gorgeous, yes, oh, perfect. It's okay, yeah, now start. You know the wood drill, spin the wheel. Here we go, let's see what you're gonna land on. It is the snow owl. Oh, we've had that one, it's the ice cubes. You can do that, yes, come over here. We're gonna fit 3 ice cubes in your mouth. Easy, mijn chips are airplane cards. Ik bel in ieder geval. Hey, can we get 3 ice cubes, please? Okay, here we go. Ja. Hier gaan we. Dat is 1. Makkelijk. Eitje. She's got this. 2. Ja. Oh, hier makkelijk. En 3. Ja, joh, dat heeft ze vaker gedaan hoor. Applaus voor Star. Ja hoor. Goed gedaan. Nou, jij krijgt ook een snowowl. Ja, hoe vond je het? Ben je oké? Ik ben oké. Oké, dat is fijn. Zie je, het valt allemaal reuze mee. Give it up for Saar! Oké, your mistake. Ja, hier moet jij aan meedoen. Go to the DJ and request your favorite song. Ja, je houdt van verzoekjes, hè? Ja, dat komt. Come on, sure, ja. Oké, het is inmiddels een tijdje verder. Ik ben al een tijdje thuis, ik heb een video geëdit en zometeen komt Stan gezellig. En we gaan vanavond dus bij de pizzakamer eten, dat is waar Cecile haar vriend werkt. Maar Cecile gaat daar vanavond voor hem invallen, want ze had een beetje in een bluffbui gezegd dat ze dat kon. Terwijl ze nog nooit echt in de horeca heeft gestaan. Dus hij gaat er vanavond werken, dus toen dachten Stan en ik, hoe grappig als wij daar gaan eten. En waarschijnlijk komen Floor en haar vriend ook, dus helemaal gezellig. Ik ga nu even een video afediten als het goed is. Het is al over een half uurtje, 3 kwartier of zo. Wij zijn op bezoek bij Cecile. Cecile is hard aan het werk. Ja, een appelspiets. Ja. We zetten er even aan het werk. Ze moet wel de klanten goed in de gaten houden, hè? Die zit hier. Oh, de gasten. In de horeca heb je geen klanten. Oh. Hoer hebben klanten. Maar, ik bedoel je heftig? Nou, we zijn weer thuis. Het was echt super gezellig bij de pizzakamer. Ik heb nog pizza over. Half pizza. Lekker meegenomen. Ja, ze is heel goed gewerkt. We gaan nu lekker mijn make-up afhalen, tandjes poetsen en dan gaan we lekker slapen. Morgenochtend moet ik gewoon weer werken, dus de hele dag. Dus, ja, het is zondagavond. Voor het eerst dat ik op zondagavond de vlog afsluit, want dat vergeet ik altijd. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje te geven, je girl te supporten door te abonneren. En natuurlijk volg op Instagram en TikTok, allebei @sarahvervoerd. En dan zie ik je heel snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.